Jeroen Verhoeven, de derde doelman in zijn derde seizoen bij Ajax. En daar zal het bij blijven. In de winterstop gaf hij aan de club in de zomer te gaan verlaten. Ja, op een gegeven moment maak je een beslissing. Mijn contract loopt aan het eind van het jaar af. En dan moet je voor jezelf te nagaan wat je wil gaan doen. En na 3 jaar Ajax, waar wij de verliezend bekerfinalist zijn geweest, de beker gewonnen hebben en de 30e landstitel voor Ajax binnen hebben gesleept, ja, dan moet je zelf de keuze maken van ik wil wat anders. Ik wil weer spelen en weer nog belangrijk kunnen zijn voor een team. Nou ja, ik heb bewust 3 jaar getekend hier, omdat ik elke dag met een ballen voorbij. Ja, die moet jij tegenhouden. Ja, die moet ik tegenhouden. Dat is gelukt. Dus 3 tegelijk. Dus helemaal goed. En die ballen waren afkomstig van Jasper Sillissen, zijn collega, maar ook directe concurrent. Hoe denk jij over de concurrentiestrijd, Jeroen? Ja, concurrentiestrijd. Gezonde concurrentie, toch? Ja, ik kan het goed met je vinden. Dus dat is alleen maar leuk, toch? Ja, we trainen hard en proberen elkaar beter te maken. Ja, humor is ook belangrijk. Zeker. We kunnen met elkaar lachen. Ja, zeker. En wat denk je de kansen voor de toekomst? Voor jouw toekomst? Ja. Daar zie ik er wel rooskleurig in, ja. Ah, dat is altijd mooi. Luis Suarez en Verhoeven. Je wilt weer wekelijks in doel staan. Dan denken we terug aan de tijd dat je bijvoorbeeld bij Volendam wekelijks de uitblinker was. En dat je nog een keer ooit voor Ajax een grote plaaggeest was. Ja. Dat we weer meegemaakt. Je wil weer belangrijk zijn voor een team en club. Dus ik hoop dat het weer in mijn mogelijkheden ligt. En waar hoop je dan op? Ja, nou, natuurlijk hopen we gewoon eerste keeper te worden, Eredivisie. Ja, misschien in het buitenland, je weet het niet. Ja, ik sta overal voor open. Dus jouw zaakwaarnemer is flink aan de slag nu? Mijn zaakwaarnemer is flink aan de slag, ja. Heb je al aanbiedingen? Ik heb nog helemaal niks. Dus bij deze? Ja, nou, dat is een open sollicitatie toch. Maar ver komt. Te ver. Te veel te ver. Veel te ver, maar Verhoeven. Uitstekend. Uitstekend. Het is natuurlijk de schaal. Ja, dat vergeet je nooit meer. Ja, gewoon het moment dat je alles kon winnen, alles kon ook verliezen op dat moment. En toch een pakje hem. Wij als groep zijn, ja, fantastisch. Gaat de schaal naar Jeroen Verhoeven! Als ik bij elke doeltrap zo werd bejegend toegezongen, dus noem ik het maar. Ja, dan is het mooi als ik het zo kan met een kampioenschaal het kashowen. Pizza! Het is natuurlijk wel een leuke manier van de supporters die dat bij elke uittrap proberen aan te moedigen. Bij een afscheid hoort ook een heel mooi cadeau. Wat voor een cadeau zou jij je willen wensen? Ik wil gewoon kampioen worden. Klaar. Dat zou een mooi cadeau zijn. Die wens lijkt op dit moment ver weg, maar met dit soort reddingen, strijdlust en passie is in de sport voorlopig niets onmogelijk.